Goedenavond. Terwijl COVID-infecties blijven stijgen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, hebben wetenschappers bewezen dat het virus niet alleen door hoesten wordt verspreid, maar ook door mensen die met elkaar praten. Onderzoek heeft aangetoond dat medeklinkers het virus over een veel grotere afstand verspreiden dan klinkers. En sommige medeklinkers, de zogenaamde plofklanken, zijn het allerergst. Telkens als mensen de p, k of te zeggen, projecteren zij het virus tot 3 maal zo ver dan wanneer ze zachtere medeklinkers zeggen, zoals v, h of l. Met het oog op deze nieuwe bevindingen zal de regering een 3-stappenplan invoeren, vastgelegd in de nieuw aangepaste coronawet, om het praten van de bevolking minder gevaarlijk te maken. In andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, die al soortgelijke regels hebben ingevoerd, is gebleken dat dit het verspreiden van COVID-19 kan tegenhouden. Premier Mark Rutte, die de nieuwe wet aankondigde, zei: "In de eerste fase, die aanstaande maandag ingaat, wordt de klank p verboden. Deze moet ten alle tijde worden vervangen door de zachtere klank v. Iedereen die met andere personen praat in een ovenware plaats, moet stoffen met het uitspreken van deze vlofklank. Wie zich hier niet aan houdt, kan worden opgevakt door de politie." Na enkele weken zal fase 2 ingaan. De regels van fase 1 zijn dan nog steeds van kracht. Daarbij komt dat de klank k wordt verboden. Deze moet worden vervangen door de h. Wij begrijpen dat dit aanvankelijk tot verwarring kan leiden. Zo zullen mensen er bijvoorbeeld aan moeten wennen dat zij voortaan in winkels haas en hoffie moeten hoven. En haffers moeten erop zijn voorbereid dat klanten om een nieuw hafsel zullen vragen. Maar deze vrees moeten wij allen of de hoofd toenemen. Nog enkele weken later zal fase 3 worden ingevoerd. De regels van fase 1 en 2 blijven van toepassing, maar daarbij wordt de te verboden. Deze moet worden vervangen door de le. De tweede hamer is één slemmig al hoort gegaan meld deze nieuwe maalregelen. Hoveler is deel slechts leidelig en zal deel helven om hellelei leheren. De nieuwe coronawel geldt voor de hele vovulatie, inclusief hinderen. Wal uw beroep hoog is, of u nu landarts bent of vastbode, doneelsveler, luinier, hunslenaar of hafilijn, ja, zelfs luiswergers zijn niel uitgezonderen. De maalregels gelden ook voor mij, premier Rulle, en zelfs de honing in zijn valleis moet zijn sleentje bijdragen. Levens is de nieuwe wel niel alleen van loevassing of Nederlands, maar ook of andere valen die in dille land gesproken worden, zoals Lurgs, Vools, Ilaliaans en Hoerdisch. Vergeel Niel dat de 1,5-meter-regel nog sleels beslaal en het dragen van mondhafjes verplichtel blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Dan u.